And I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come on home, well my body's been mad. Op 5 mei vieren we overal de vrijheid, ook in Ravenstein. Ook in Viedereo. Ik ga eens kijken. Nou, Jacqueline, ik zit hier bij Viedereo op het terras. Binnen is het lekker druk. Het is vandaag 5 mei en zoals op de kaart te zien is hier een vrijheidsmaaltijd. Hoe komen jullie, wie heeft het georganiseerd? Hoe is het eigenlijk een beetje gegaan dat we nou hier zitten? We hadden vanuit de gemeente hadden wij een oproep gekregen van alle dorps- en wijkraden om te kijken of dat wij mee wilden doen aan de nationale viering van 5 mei. En wij zitten in de groep Samen Sterker. Daar zat ik in eerste instantie in vanuit de dorpsraad en nu vanuit de Zonnebloemen zit ik daarin. En toen zijn we eigenlijk met de groep Samen Sterker, de organisatie van de dorpsraad, dan de Zonnebloem, KBO, ons welzijn, Krulkracht zit erin, de gemeente Oss zit erin en de zorgcoöperatie zit erin. En toen zijn wij gaan kijken van nou, wat kunnen we organiseren. Want wat is het doel van vandaag? Het doel is gewoon de vrijheid vieren, dus dat we allemaal gewoon fijn bij elkaar kunnen zijn. Allerlei nationaliteiten die er zijn, ook die hier wonen in Ravenstein. We hebben ook mensen uit Syrië die hier zijn. Ik weet niet of dat er al Oekraïners binnen zijn, maar we hebben van verschillende culturen die ook iets gemaakt hebben voor ons. En die zijn hier ook bij aanwezig en dat is eigenlijk de bedoeling, want we kunnen de vrijheid met z'n allen vieren. Ja. Gewoon gezellig samen zijn. Ja. Dit is een lunch. Jullie zijn vanmorgen al begonnen om 10 uur, geloof ik, hè? Ja, 10 uur was het open. Dan kon iedereen koffie en thee krijgen. En toen werd de live uitzending uitgezonden vanuit Omroep Brabant en vanuit de NPO1. En die hebben ze net allemaal gekeken. Dat duurde tot ongeveer 1 uur. En nu is het druk met de lunch. Ja. De lunch, hoe kan het? Het was een gratis lunch. Hoe hebben jullie dat georganiseerd? We hebben de maaltijdsoep die hebben we gekregen. Die krijgen we gratis. En we hebben subsidie gekregen. Daar is gewoon kijken van wat ben je kwijt aan de boodschappen natuurlijk. En dat kunnen we declareren bij de gemeente. Mm-hmm. En hoe werkt het dan? Je moest je opgeven of kun je hier zo terecht? Nee, iedereen mag gewoon gratis binnenkomen lopen. Ja. Hoe ga je dan dingen klaarmaken of boodschappen doen? Ik zag dat er toch ook een aantal dingen klaargemaakt zijn. Hè? Wie doet dat? Er zijn inderdaad mensen van een andere cultuur dan de Nederlandse cultuur die hier wonen. Die zijn benaderd. Van God, willen jullie, zijn jullie bereid om hapjes te maken van jullie eigen land? Nou, dat hebben ze gedaan. Daar kregen ze natuurlijk ook gewoon de onkosten voor vergoed. Nou, en de rest hebben wij zelf ingehaald. Ja, dat heeft Ron eigenlijk gedaan. En dan hebben wij ons Nederlands buffet natuurlijk. En daar zijn de broodjes en de kaas en de ham en de hagenslag, de jam en de pindakaas. Want dat is natuurlijk echt Nederlands. Ja. Wat zijn de reacties van de mensen? Tot nu toe heel erg positief. Mensen wat we net zo binnen hoorden, leuk. En staan hebben daar gelopen buffet, dus dan kan iedereen pakken wat hij lust. Mm-hmm. En als mensen het niet zelfstandig kunnen, dan gaan we het gewoon even aan tafel brengen. Ja. Is er nog meer te doen hier dadelijk? Dadelijk na de lunch, rond 2:15 ongeveer, treedt Evelien Govert op. Zij zal wat nummers ten gehoor brengen. Om 2 uur is het de bedoeling dat alle aanwezigen meezingen met het lied Iedereen is van de wereld. We hebben placemats binnen liggen, daar staat de tekst. En dan is eigenlijk het programma hier zo wat afgelopen, zo rond 2:15, 3:15 zeg maar. En dan is het bij de leerlooierij, want dat doen we dan samen. En daar wordt om 2:30, om 3 en om 3:30 zijn daar gedichtenlezers. En daar is de opening van het museum. Het leerwerk kunnen ze daar doen, kinderen zeg maar. En er is een puzzeltocht door Ravenstein. Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Heel veel succes. En we gaan eens binnenkijken wat er allemaal te zien en te proeven en te horen is. Ja, dat zou ik zeker doen, want ze zitten lekker te kletsen allemaal. Je hebt ook deze kaartjes gezien, die hebben wij gekregen. Dat zijn gesprekskaartjes, er staan allemaal andere teksten staan erop. Okay. En zo kunnen ze aan tafel mooi... het gesprek over de vrijheid. Ja, dat is wel de bedoeling dat dat gaat gebeuren. Nou, er zijn wel mensen die het al aan het doen zijn. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. Om gewoon eens met elkaar in gesprek te gaan. Want iedereen schuift bij elkaar aan. En zo heb je wel meteen wat onderwerpen om te praten. Ja, merk je dat het meer leeft als andere jaren? Ja, we hebben natuurlijk de andere jaren niet dit gehad. Omdat natuurlijk nu Oss uitverkozen is voor de landelijke viering daarvan. Hè. Ieder jaar is een andere gemeente. Okay. Ja. Succes. Dankjewel.
Jullie ook hartstikke bedankt. You walk over softly moving past the guards. The stakes are getting higher, you can feel it is. Nou, ik zit hier met twee koks, geloof ik. Hoe heet u? Abdul Hadi. Manal. Ja. Wat hebben jullie gemaakt vandaag? Mijn vrouw gemaakt druivenbladeren. Binnen is rijst met de vlees. Druivenbladeren en ja, dus vlees met? Met rijst. Met rijst? Ja. Oké. En nog, wat heb je nog meer? Olie. En kruiden. Ja. En zijn dat specifieke kruiden die jullie zelf veel gebruiken? Ja. Ja, veel gebruiken voor eten. Ja. Ja. Voor welke kruiden zijn er? Droogmond. Droogmond? Droogmond, ja. Ja, okay. Droogmond, ja. En dan ga je het vlees bakken? Vlees, ja, kleine... Zachte vlees, zachte. Niet... Gehakt of ja, zo? Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Kleine stukje vlees, ja. Ja. En dat eten jullie bij een warme maaltijd? Of bij... Warm. Warm, ja. Ja, ja, warm. Oké. Okay. Ja. Hij heet dolma in Arabisch taal. Dolma? Dolma, ja. Dolma, ja. Leren we allebei iets, hè? Ja. Ja. En de rest? Wat is het nog meer? Dit is baklava. Baklava. Mm. Baklava, ja. Zoet, hè? Zoet, zoet, ja. Ja, maar zoet. Niet, niet veel zoveel, zoet. Ja. Niet veel, een klein beetje. Mm. En zit daar iets van fruit of zo? Pistache. Pistache. Dit is pistache. Ja. En binnen mascarpone. Mascarpone? Mascarpone. Klinkt goed. Ja. En de... Noot. Noot. Noot, ja. Noot. Oké, lekker. En het vlees? Het vlees van schaap. Lamvlees. En is daar een speciale bereiding voor gebruikt? Gekookt, gebakken? Zie gebakt, zie kookt, zie alles. Haarzelf, ja. Ja. Dit is bijna 2 uur is meer, misschien meer voor de rollen. Ja. En deze? Sambusak dit. Ook binnen vlees met spinazie. Ja. Lekker. Ja. Hoe vinden jullie het vandaag? Echt leuk. Leuk, ja. Ja, mooi. Ja. 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 Gezellig met de mensen hier. Ja. Oké. Okay. Nou, hebben jullie veel moeten maken? Ja, voor alle mensen. Voor ze tellen misschien, ze vinden hier is 50 personen. Misschien meer, ja. Ja. Nou, leuk. Het ziet er leuk uit. Ja, leuk. Echt leuk. Ja, gezellig. Ja. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor jullie. Ja. And I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I've come on home. Sidi Ketani, hè? Ja. De meeste mensen kennen je wel. Je woont al heel lang hier in Ravenstein, hè? Ja, al 53 jaar. 53 jaar. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon echt Ravenstein, toch? Ja, ja, ja. Jij hebt wel iets Marokkaans gemaakt vandaag. Ja. Wat heb je gemaakt? Nou, het is Marokkaans, maar dit is gewoon gehaktbal, zou ik zeggen. Mm-hmm. Maar dan lekker pittig met heel veel kruiden erin. Onder andere peterselie, celery, koriander, komijn, paprikapoeder. En dat geeft zo lekker smaak. Dus ja, mooi van houden of niet. Dat is gewoon rund gehakt. Rund gehakt? Ja. Ja. Wel gemengd met zeg maar half rund, half lams. Mm-hmm. Ja. Nou. Dat koop je gewoon apart en dan meng je Ja, het? Die koop ik in Oost bij de Turk. Ja. Turks winkel. Ja, ja. Snap ik. Ja. En dan meng je het en dan die kruiden die meng je er doorheen? Ja, er doorheen. Mm-hmm. Ja. En dan vers tomaten natuurlijk. Mm-hmm. En dan allerlei kruiden. Mm-hmm. Dus, ja. Nou. En dit kun je gewoon eten bij de lunch of bij de warme maaltijd of als hapje. Het is wat je. Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, dus. Nou, dankjewel. Nou, niks te danken, graag gedaan. Ja, ik heb het niet. 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 Ik